Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kinderstem. Deze week hebben we heel veel nieuws en exclusieve interviews. Mijn naam is Imen. En ik ben Lars. Nou, bij interviews denk je misschien, een lijsttrekker. En dat klopt. We hebben vandaag een exclusief interview met de lijsttrekker van de grootste partij van Nederland, Mark Rutte. Heeft u wel eens een minister naar de gang gestuurd? Nee, maar ik had wel de neiging. En zijn Amin en Eliza op pad gegaan om Thierry Baudet te interviewen. Dat is racistisch. Nee, ik ben het tegenovergestelde. Kortom, een hele drukke aflevering is het allemaal. Hoe gaat het met jullie? Goed. Zeker, we mogen weer naar school. Yay! We mogen weer een halve week naar school, op onze school. Oké, ben je al geweest? Ja, vandaag. Nee, niet vandaag. Ik mocht woensdag ook al. Woensdag ben ik naar school geweest. Oké. Any man? Ja, ik heb dus halve klasse, dus de ene dag online en de andere dag fysiek. En woensdag was voor mij de eerste dag. En vandaag ook weer. En hoe was dat? Heel gek, moet ik eerlijk zeggen. Om dan weer naar school te fietsen en dan ben je daar. En dan zo van, oh ja, echt lang niet meer gezien zo. En dan is het natuurlijk hartstikke leuk weer. En Lars? Ja, heel leuk natuurlijk. We hebben heel veel lol gehad in de klas en mijn vrienden weer gezien. Weliswaar een halve klas, dat is jammer. Maar ja, dit vond ik echt wel helemaal geweldig. Ik was namelijk wel echt een beetje klaar met dat thuisonderwijs. Dat kwam me wel een beetje de keel uit. Dus voor jullie is het weer een beetje echt begonnen, zeg maar. Ja. Hey, en de verkiezingscampagne komt ook echt op stoom. Zeker. Afgelopen week het eerste verkiezingsdebat van RTL. Ja. Met Frits Wester, die wij natuurlijk ook nog hebben geïnterviewd. Yes. Hoe vonden jullie het debat? Nou, ik vond, er kwamen best wel bijzondere dingen in voor. Zo kunnen we misschien wel gaan kijken naar Wilders, die een opmerkelijke uitspraak deed. Wat mij betreft, om de cultuur te herstellen van Nederland, mag Zwarte Piet minister van cultuur worden in een volgend kabinet. Een pijnlijk symbool. Prachtig symbool. Meneer Wilders. Prachtig symbool. Meneer Wilders, ik maak hem even af. Prachtig symbool. Een bijzondere uitspraak. Amen. Wat ik denk dat Wilders hier eigenlijk een beetje doet, is dat hij probeert brandstof te leveren. Een beetje mensen soort van wakker schudden en brandstof te leveren op deze manier. Maar wat doet het met jou als je zo'n uitspraak hoort? Wat doet het met mij? Ja, ik denk van, ja, oké. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ideeën, maar ik denk wel van, we moeten, het is een samenleving, daar leven we allemaal in en we moeten er samen voor zorgen dat het een samenleving is waarin iedereen zich prettig voelt. En Lars, word jij dan boos als je zoiets hoort of denk je, oh, daar hebben we Wilders weer? Nou, ik sta helemaal achter iedereen zijn eigen mening. Daar moeten we het zeker ook vooral bij laten. Maar heel veel mensen vinden Zwarte Piet discriminerend. Dus ik vind het, hier is wel over nagedacht over deze uitspraak door de PVV. En de reactie van Kaag kwam er ook al wel heel snel uit. Een pijnlijk voorbeeld noemt het. Tijdens dat Wilders aan het praten hoor je haar al mompelen van, ja, dit kan toch niet. Dus ja, daar komt wel echt een clash. Maar jij zegt dus, er is een beetje over nagedacht. Jij vindt het een beetje een toneelstukje? Nee, sowieso overal is over nagedacht. Maar ze hebben denk ik wel gedacht, ja, Zwarte Piet, heel veel mensen vinden het discriminerend. Maar er zijn ook heel veel mensen die het niet discriminerend vinden. En die willen wel als kiezers. Met zo'n uitspraak, ja, is het toch echt wel een kans dat je die als kiezers erbij krijgt. Dus het is wel een beetje, ze doen het een beetje expres om een beetje aandacht te krijgen? Nee, zeker. Dit is niet spontaan. Ja, ik vind vooral denk ik heel erg opmerkelijk dat Wilders dat zo op deze manier doet. Waarom? Waarom? Nou, je gaat toch niet... Ik denk niet dat elk mens nou meteen denkt van... Oké, dit gaan we nu zo even doen, Zwarte Piet als minister, here we go. En een beetje op die manier. Ik denk niet dat iedereen dat 1, 2, 3 denkt. En ja, er wordt inderdaad, wat Lars zei, er wordt wel gewoon over nagedacht. En ik denk dus dat het komt omdat hij gewoon brandstof wil leveren. En heel wakker schudden. Ja, ik vind zeker ook een hele opmerkelijke uitspraak. Want ja, zelf zou ik het niet zo 1, 2, 3 doen. En heel veel mensen voelen zich hier gediscrimineerd door. Dus ja, mijn persoonlijke mening is niet zo slim. Oké, heel goed. Hey, andere dingen die jullie nog zijn opgevallen deze week? Er was eigenlijk een artikel verschenen over dat de helft van de kinderen tussen de 12 en 14 jaar
de democratie eigenlijk onbelangrijk vindt. En daar horen Lars en ik natuurlijk ook bij. Ja, ja. Jullie vinden democratie niet belangrijk, nee? Nou, nee. Spreek maar even voor jezelf. Ik vind democratie zeker heel belangrijk. Ja, ik ook hoor. Ik denk dat wat er uit dat artikel verscheen, ik moest daar eigenlijk een beetje om lachen. Als ik dan naar de kinderstem kijk, er was een meneer die heet, even kijken, Tom van der Meer. En die had het over dat het die uitslagen hem helemaal niks verbazen, want pubers zijn toch niet bezig met de politiek. Maar ja, en dan denk ik... Het hangt er natuurlijk ook gewoon van af van wat je thuis meekrijgt over de politiek. Ik denk dat we daarom, weet je, als wij gewoon veel naar het nieuws kijken, dan weten we ook eigenlijk wat er allemaal speelt in Den Haag. En krijgen we ook meer nieuwsgierigheid naar, hey, hoe zit het eigenlijk in elkaar? En dan denk ik, waarom pak je hem niet eens andersom? Ik bedoel, maak politiek toegankelijk voor kinderen. Ik zie verkiezingsprogramma's voorbij komen van 114 pagina's. Vol met alleen maar stropdassen taal niet te begrijpen. Ik ben eigenlijk misschien wel een van de meest politiek betrokken jongeren. Eigenlijk, ja, samen met Imen, nog met heel veel anderen. Maar ik kan niet het RTL-debat kijken als het op een zondagavond tot 22:15 is. Als ik maandag gewoon online lessen moet volgen. Dus ja, maak dat dan ook iets toegankelijker, zou ik zeggen. Zeker, daar sluit ik me ook zeker bij aan. Ik denk, wat ik denk van volwassenen hebben het soms over van ja, nou, weet je, jongeren moeten meer stemmen. Want een derde deel van de jongeren, ja, die heeft vorig jaar niet gestemd. Maar waarom is er dan geen voorlichting over de politiek, over stemmen? Want misschien die ene stem, daar ben je misschien niet van bewust, maar die kan het verschil maken. Jouw stem kan het verschil maken. En daarom is het zo belangrijk dat ook jongeren politiek betrokken worden en dat ook jongeren meekrijgen wat er eigenlijk allemaal speelt in eigenlijk de stad waar de beslissingen worden genomen. Jullie zijn naar school geweest. Hoe zit dat bij jullie met klasgenoten? Zijn die ook zo politiek betrokken? Of, nou, daar of zijn dat de jongeren die zeggen, joh, mij interesseert het eigenlijk niks? Nou, dat is bij onze school heel goed te meten. Want vanaf afgelopen maandag of woensdag, dat weet ik niet precies... kan je bij ons op school stemmen. Wij doen namelijk mee in de scholierenverkiezingen. En dan kan je na school, dus na 1:00... kan je naar de aula komen en dan kan je daar op een computer invullen op wie jij zou willen stemmen. En ik ben vandaag ook wezen stemmen. En ja, het was heel leuk geregeld. Dus ik ben benieuwd hoeveel kinderen gaan stemmen en ja, wat dan de uitslag onder jongeren wordt. Oké, okay. Imen, hoe zit dat bij jou op school? Nou, bij mij op school, ik denk dat het vooral komt omdat ik dan zeg van, ja, nou, ik ben bezig met de kinderstem, luisteren jullie ook allemaal? En dan is ze van, oh, wat leuk, en dan weten ze er eigenlijk wat meer over. Maar ik weet nou niet zo snel, ik denk dat het ook een beetje afhangt van sommige gezinnen die dan zeggen van, oké, we kijken elke avond samen naar het RTL Nieuws, naar het Jeugdjournaal, naar NOS, dat ze daardoor een beetje dat meekrijgen wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Maar ik denk dat dat vooral afhangt van wat je thuis meekrijgt. En ik weet niet zeker of elke kind uit mijn klas of elke leerling op mijn school dat nou allemaal thuis meekrijgt. Okay. Anders zou ik het ze graag vertellen. Ja, want wij hebben ook nog een nieuwtje. We hebben namelijk ook de kinderstem is er nu ook als lespakket. Dus met quizvragen en met stellingen en dat soort dingen. Dus dan is ieder interview dat jullie gedaan hebben, is eigenlijk één les. Wat ongeveer een half uurtje duurt. Dus daar kunnen alle leraren kunnen daarmee aan de slag. Dus zeker even kijken, volgens mij via Lesson Up. Ja, dus ik zal de link zullen we even hieronder in de dingen zetten. Hey, jullie hebben Mark Rutte gesproken. Ja, superleuk. Hoe vonden jullie dat vooraf? Spannend om dat te gaan doen? Beetje eng? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was wel een beetje zenuwachtig. Omdat ik zo dacht van, dat is een soort van de manier die heel veel beslissingen mag maken. En die een beetje helemaal aan de top is van Nederland. En dat is eigenlijk natuurlijk ook de eindbaas, hè? Maar ja, Mark Rutte krijgt natuurlijk ook best wel veel kritiek over zich heen, best wel veel haat. Dus daar ben ik hem eigenlijk ook wel benieuwd over. Dus daar gaan we hem zeker wat over vragen. En ik kijk nu naar buiten en ik zit hier bij het Binnenhof. En ik zie daar denk ik net een dokter voor een camera een filmpje inspreken. Dus waarschijnlijk is het ook de bedoeling dat die naar Mark Rutte gaat. Dus ja, hij krijgt heel veel over zich heen en heel veel mensen willen hem spreken. Oké. Is deze lijsttrekker nou een beetje anders toch dan alle andere lijsttrekkers? Ja, dat denk ik wel, want hij is namelijk naast lijsttrekker ook minister-president. En zulke lijsttrekkers hebben we nog niet gesproken.
En voelt dat voor jou anders, Imen? Nou, het is natuurlijk wel... sowieso denk ik dat elke lijsttrekker natuurlijk een beetje verschilt. Sowieso andere partij, andere persoon. Maar ik denk dat Rutte dan wel natuurlijk anders is. Wat dat betreft, omdat hij dan een hogere positie daarnaast soort van nog heeft. En daardoor denk ik dat hij iets anders is. Maar aan de andere kant, nu ik er zo over nadenk, denk ik... Ja, nou, eigenlijk ook weer niet heel erg. We gaan kijken. Ik vind het kiezen voor achter welke partij ik sta best wel lastig. Ja. Omdat er niet echt een partij is waar ik het 100% mee eens ben. Ik ook niet trouwens hoor. Nee, bent u het niet 100% nee. eens met de VVD? Nee, ik denk dat ik het met 80% ongeveer eens ben. Bent u er klaar voor? We gaan vandaag Mark Rutte interviewen. Ik ben wel eigenlijk heel erg nieuwsgierig. En ik vind het stiekem zeggen, ik vind het ook wel een beetje spannend om hem te interviewen. Dat het natuurlijk... Hey. En natuurlijk vraag ik me eigenlijk wel af van, ja, hij is lijsttrekker, maar hij is ook premier. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen de twee Ruttes? We hebben best goede vragen, kritische vragen, maar ook leuke vragen. Dus ik denk wel dat we daar een mooi interview van kunnen maken. Heeft u eigenlijk zin in de verkiezingen? Ja, ja, het is, weet je, het is natuurlijk een hele rare tijd nu door corona, maar... het is ook een moment, ja, de democratie, weet je, dat we met z'n allen naar de stembus gaan. En het is een beetje anders dan anders alleen, maar ik vind het wel weer heel bijzonder. Wat is eigenlijk het verschil tussen u als premier en als lijsttrekker? Ja, als premier kan ik natuurlijk niet de hele dag vertellen wat ik vanuit de VVD wil. Hè, want we hebben maar zoveel zetels en je zit in zo'n kabinet heb je meer partijen zitten. Hè, dus wij moeten het altijd eens zien te worden. En wat ik dan naar buiten moet brengen is wat we gezamenlijk hebben besloten. Dat is dan niet precies wat ik vind, maar het compromis, hè, hoe je bij elkaar bent gekomen. Terwijl natuurlijk in verkiezingstijd kan ik natuurlijk veel meer echt praten over wat ik zou willen als de VVD in zijn eentje zou regeren. Wat natuurlijk nooit gaat gebeuren. Maar natuurlijk alle partijen doen dat natuurlijk toch. Even heel scherp neer te zetten, waar staan wij? Voor mij voelt het wel spannender om te gaan interviewen. Omdat hij echt superveel interviews al gedaan. En elke week krijgt hij echt waarschijnlijk 1000 verzoeken van mogen we je interviewen. En zegt hij tegen iets van 950 of zo nee. En dat hij dan tegen ons zegt, ja zegt, ja, dat is sowieso een hele eer. Wij vinden het heel erg bijzonder om u te ontmoeten. Mag ik dat als geheel wederzijds hier uitspreken? Dat ik het leuk vind jullie te ontmoeten. Nou, dat was eigenlijk meteen al een beetje onze vraag. Want heeft u eigenlijk wel eens iemand ontmoet waarvan u dacht, wow? Ik zou dat hebben als ik Heiting zou ontmoeten. Dus de oude chef-dirigent van het Amsterdamse Concertgebouworkest. Dat vind ik wel een van de grootste levende mensen. Hij is inmiddels over de 90. Maar daar zou ik dat bij hebben. Ik had het eerlijk gezegd toch ook wel met Obama. Maar ik heb het ook een beetje als ik... Een tijdje geleden was ik in Brabant bij de Bernhoven, het Bernhoven ziekenhuis in Uden. En dan praat je met de mensen die op de intensive care afdeling werken. Verpleegkundigen die dat hele precieze werk moeten doen. Om mensen die dan corona hebben, metertjes bij te sturen. Soms mensen om te kantelen. Dat hele spannende werk. Nou ja, dan zit je ook wel dat je denkt van... Ja, heel bijzonder. Ik vind zelf altijd wel in interviews met kinderen of als hij in gesprek gaat met jongeren, dat hij wel goed omgaat met kinderen en jongeren, maar dat het ook wel gewoon open en toegankelijk is. Dus ik denk dat hij dat ook wel bij ons gaat doen. We zagen het eigenlijk ook al een beetje. U moet vaak lachen. En was u eigenlijk als kind ook wel zo vrolijk? Ja, ik kom wel uit een heel vrolijke familie. Wij konden overigens heel erg ruzie maken thuis, hoor. Dus af en toe kon het ongelooflijk knallen. Dat ben ik overigens helemaal niet tegen, af en toe flink ruzie maken. Want dan blaas je ook de pijpjes weer schoon, hè? En wat mist u eigenlijk het meeste uit uw jeugd? Ja, dat je de tijd vergeet. Ik vond het allerlekkerste, was ik jonger dan jullie, hoor. Maar als je zo, weet je, zo 7, 8, 9 jaar bent. En met Lego spelen of wat je ook aan het doen bent. Dat je eigenlijk totaal vergeet hoe laat het is. En ik kwam er laatst achter dat als je ouder wordt, dat je steeds heel erg conscious, heel bewust bent van tijd. Hoe laat het is, dat je dan moet naar het volgende, dan moet dit. Je gaat ook privé dingen zitten indelen, dat je je vrienden vaak genoeg ziet. Maar ja, dan moet je ook weer op tijd weg, want je moet nog daarheen. Nu hebben we die avondklok, je moet om 9 uur thuis zijn. Dus je wordt wel heel bewust van tijd. En dat je kunt verliezen in iets, of als je klein met een boek kan pakken, gaat lezen en totaal vergeet hoe laat het is en je moeder loopt te schreeuwen beneden, want het eten wordt koud. Dat mis ik wel. En als u dan zo bezig bent met tijd, bent u dan eigenlijk ook veel bezig met de toekomst? Ja, en dat is ook een risico. Want je moet natuurlijk veel met morgen en de toekomst bezig zijn. Maar je moet af en toe ook wel genieten van het moment. De VVD is ook wel een vrolijke partij, wel optimistisch. Weet je wel, wij zien natuurlijk heel veel dingen die niet goed zijn in Nederland, die beter moeten.
Maar op zichzelf denken we wel dat dat gaat lukken. Daar ben ik echt heel positief over. En we hebben ook natuurlijk een heel bijzonder mooi land met heel veel leuke mensen die ook niet te veel in de weg moet zitten. Die echt wel zelf weten hoe ze hun leven moeten leven. En waarbij je als overheid moet zorgen dat als kinderen krijgen dat jullie goed naar school gaan. En dat als je ziek wordt, dat er goede ziekenhuizen zijn. Maar ja, het is wel een partij die erg gelooft in mensen en de kracht van mensen. En dat die ook om anderen geven en zich om elkaar bekommeren. Ja, ik maak me echt wel zorgen om klimaatverandering. Daar ben ik heel erg mee bezig. En je ziet dat linkse partijen heel vaak zeggen, ja, de VVD doet helemaal niet genoeg tegen klimaatverandering. Maar daar had hij best wel een mooi antwoord op. Ja, wij willen tot het uiterste gaan. Alleen, ik ben bang als je doet wat sommige andere partijen doen. We hebben net zo'n heel klimaatakkoord gemaakt en een klimaatwet. En we hebben allemaal hele moeilijke afspraken gemaakt. Daar zijn we het na een lang discussie over eens geworden. En dan zegt nu een heel stapeltje partijen zegt, ja, maar eigenlijk moeten we nu nog weer meer doen. En dan denk ik dat heel veel mensen afhaken. Dat mensen zeggen, joh, ik moet het ook nog kunnen meemaken. Mensen dat gaan zeggen. En wat betekent dat dan voor mijn inkomen? En moet ik dan dadelijk 10.000 euro's uitgeven om bijvoorbeeld mijn huis aardgasvrij te maken? En wie financiert dat dan? Dus het is ook van belang dat je het draagvlak houdt, dat mensen meedoen. Wat mij opviel in het interview is dat hij eigenlijk heel erg open staat ook voor de toekomst en voor onze toekomst natuurlijk. En dat hij het heel veel ook wel een beetje had over hoe jongeren nou eigenlijk deel zijn van de samenleving en dat we samen de samenleving vormen. Dus dat we eigenlijk ook samen goed voor Nederland moeten zorgen. Ja, u zegt dat u de jeugd eigenlijk heel erg belangrijk vindt. Maar waarom mogen kinderen en jongeren dan eigenlijk nog niet stemmen? Ja, dat is een lastige vraag. Dus zo'n discussie zou je niet moeten verlagen naar 16 bijvoorbeeld. Daar ben ik zelf niet voor, zeg ik eerlijk. Waarom niet? Ja, het is arbitrair. Want 16 of 18 of 21. Maar ergens heb ik zoiets van, Het kan ook geen kwaad dat je zegt, jonge mensen moeten ook nog leren nog een hoop. Je zit nog op school, je ontdekt ook nog je eigen beliefs, je overtuigingen ben je aan het ontwikkelen. En dat het kost tijd. Maar waarom dan niet 16? Want het is misschien niet zo'n heel groot verschil. Maar misschien 16, maakt het wel het. En dan zeg je wel niet 14. En dan bijvoorbeeld. Precies, want jij bent 14. Maar en dan is het 14 en zeg je gewoon, dat is het lastig, weet je. Voor je het weet krijg je zo'n beweging naar beneden. Je zag eigenlijk aan zijn gezicht dat hij nog wel een beetje aan het twijfelen was. En in het begin was het, 18, dat is gewoon een mooie leeftijd, dan ben je volwassen. Maar aan het einde was hij toch, misschien moet ik daar toch nog wel over nadenken. Ja, waarschijnlijk zag je ook wel dat wij heel erg politiek betrokken zijn. Wij zijn niet de enige, er zijn veel meer politiek betrokken kinderen in Nederland. Dus ja, hopelijk hebben we hem aan het twijfelen gebracht. U geeft ook wel eens les op een school. Maar wie zijn er eigenlijk lastiger, leerlingen of ministers? Ministers. Ja, Wouter Koolmees is niet in de hand houden. Nee, dan kun je zo'n klas makkelijker. Heeft u wel eens een minister naar de gang gestuurd? Nee, maar ik had wel de neiging. Noem eens een voorbeeld. Wouter Koolmees. Nee, Wouter is een geweldige minister, maar die zit overal heen te kakelen. En daar herken ik mezelf al in. Ik had vroeger op mijn rapport staan, leid anderen af, spring in het veld. Nou ja, dat zou bij Wouter Koolmees ook op het rapport staan. En zo zijn er wel meer. Maar ja, het kan helaas niet. Normaal zijn politici altijd wel een beetje terughoudend over zulke dingen. Altijd niet echt elkaar aanvallen, zeker niet als ze samen een team zijn. Maar dit was wel grappig. Ik vind het heel lastig om een partij te kiezen waar ik het helemaal mee eens ben. Omdat er geen partij is waar ik het 100% mee eens ben. Ik ook niet trouwens hoor. Nee, bent u het niet 100% eens met de VVD? Nee, ik denk dat ik het met 80% ongeveer eens ben. Ik zeg altijd tegen mensen die politiek geïnteresseerd zijn, die zeggen, hoe maak ik nou een partijkeuze? Dan zeg ik, ja, je kan die programma's gaan lezen. Nou, 80 pagina's al die. 114. Moet dat dan niet toegankelijker zijn? Ja, precies. Ja, dat lukt dus iedere keer niet. Maar even los van die programma's. Veel interessanter dan precies die standpunten is de sfeer goed. En ik moet zeggen, ik ben het niet met alles van de VVD eens, maar de mentaliteit, het soort mensen wat daarbij zit. Sociaal, betrokken, niet te tobberig, een beetje aanpakken. Dat bevalt mij. Ik had het eigenlijk wel verwacht dat hij er niet helemaal achter stond. Dat zie je eigenlijk ook als ik er zelf ook over nadenk. Is er nou echt een partij waar ik 100% achter sta? Of zijn er dan drie partijen gemixt of zo? U krijgt best wel veel haatreacties. En wat vindt u daar nou eigenlijk van? Ja, ik moet eerst zeggen, wat ik niet veel doe is op Twitter kijken onder water, noem maar, hè, wat daar allemaal gebeurt. En op straat valt het wel mee. Enkele keer is er wel eens iemand die op straat iets lelijks roept. Nou, dan is mijn standaardreactie, lucht het op. En dan is het antwoord vaak ja. Zo, mooi dat ik kon helpen. En een enkele keer heb je ook een leuk gesprek. Ja, weet je, mensen zijn ook, Nederlanders zijn ook lief. Het zit allemaal niet zo diep. En gaat u iets veranderen de komende 4 jaar? Ja, behalve uw lockdown dan. Ja, ja, dat is erg. Ik ga zaterdag naar de cover. Ik ga het wel langer laten, denk ik, dan het was. Weet je, het grootste punt wordt ook voor jullie, voor scholen,
Als we uit die corona zijn, hoe ga je die leerachterstanden inhalen? Er zijn natuurlijk ontzettende leerachterstanden ontstaan. Op jullie terrein moet er echt veel gebeuren. Maar ook in de economie. Dus er ligt een ontzettende hoop werk als we dat virus een beetje achter ons kunnen laten. Wilt u misschien met ons een TikTok-filmpje opnemen? Dat gaan we doen. Leuk. Leuk. De VVD wil dat jullie het land overnemen. En dat kan alleen als jullie goed onderwijs hebben gehad. Als jullie goed kunnen sporten, je goed kunnen ontwikkelen en het beste uit jezelf kunnen halen. Dus daar wil ik voor knokken, zodat jonge mensen in Nederland, de kinderen in Nederland, een prachtige toekomst hebben. Hey! Ze hebben me net geïnterviewd, deze twee. Ze zijn fantastisch. Nou, heel mooi. Echt applausen voor jullie en voor Mark Rutte. Ook heel goed gedaan. Wat vonden jullie ervan? Nou, ik zag toch echt wel even zijn lockdown. Jullie hebben ook twee collega-interviewers op pad gestuurd. Zeker. Wij hebben namelijk Amin en Eliza op pad gestuurd om Thierry Baudet te gaan interviewen. Want in een van de interviews die hij afgelopen week gehad heeft, daar is die weggelopen. Volgens mij hebben we daar een stukje van. Moeten dingen altijd leuk zijn? Nee, maar dit werkt niet. Dus laten we stoppen. Meent u dat nou? Ja. Dus jullie weten wel waar jullie je collega's naartoe sturen. Ja, zeker. En ik ben heel erg benieuwd wat hij gaat antwoorden. Want hij doet natuurlijk soms wel een beetje vrouwonvriendelijke uitspraken. Soms zelfs wel racistische uitspraken. Hij houdt zich niet aan de coronaregels. En hij denkt dat klimaat onzin is. Dus ik ben zo benieuwd wat zijn antwoorden op onze vraag gaan zijn. Ja, ik ben zeker ook heel erg benieuwd. Omdat, jullie kennen ons inmiddels al een beetje. En onze collega's zijn net zo lekker kritisch. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd hoe hij daarop gaat reageren. En wat dan nou eigenlijk gewoon de echte reden zijn dat hij daarover op deze manier denkt. En vooral ben ik wel heel benieuwd van, hoe denkt hij daar nou over? Wat gaat er nou om in zijn hoofd dat hij dat nou allemaal zo uitspreekt? En dan toch uiteindelijk allemaal ontkent. Sommige mensen zeggen dat u racistisch bent. Daar willen we graag een paar vragen over stellen. Prima. Bent u racistisch? Nee, ik ben het tegenovergestelde. Hoi, ik ben Amin. En ik ben Eliza. En vandaag gaan we Thierry Baudet interviewen. En daar hebben we super veel zin in. Maar het is wel een beetje spannend. Ja, dat is Thierry Baudet. Kom! Zo, wat leuk dat jullie mij interviewen, zeg. Ja, ik vind het ook leuk dat jullie tijd voor maken. Ik vind het gewoon spannend voor de eerste keer zo'n interview doen. Ja. Want ik vind het juist leuk om te interviewen. Ja, ik vind het ook wel leuk. En vooral zo'n bekend persoon. We gaan best kritische vragen stellen en persoonlijke vragen. Ik heet Eliza. Veel mensen zeggen Elisa. Gebeurt dat ook bij uw naam vaak? Ja. Heel veel mensen zeggen Thierry. Terwijl het is Thierry. Ja. Okay. Ja. Hoe vind jij dat ze je naam soms verkeerd uitspreken? Ja, soms wel best wel irritant. Want dan hoor je de hele tijd een andere naam en dan denk je van, ik heet niet zo. Ja, we verwachten dat hij eerlijk en oprecht antwoord geeft. Het ging een paar jaar geleden heel goed met uw partij. Nu ietsjes minder. Bent u daar wel eens verdrietig over? Nee, ik vind ook niet dat het nu minder goed gaat. Ik heb juist de indruk dat het nu beter gaat dan ooit. We hebben meer leden dan ooit. Onze bijeenkomsten stromen vol met mensen. Intern hebben we het ontzettend naar ons zin. We hebben meer interactie op sociale media dan ooit tevoren. We krijgen ook steeds meer gelijk. Het gelijk komt naar ons toe. Ze zeggen nu, maar dat heeft Baudet 3 jaar geleden ook al gezegd. Bijvoorbeeld over de kosten van al die windmolens en zo waar wij tegen zijn. Dus het gaat eigenlijk beter dan ooit. Ja, maar er is best wel veel kritiek. Denkt u dan ook dat mensen gaan stemmen op uw partij? Ja, ik denk dat heel veel mensen op ons gaan stemmen. Veel meer dan sommige voorspellers nu denken. En dat er kritiek is, dat is ook logisch, want wij bedreigen het systeem. En het systeem gaat zich natuurlijk verdedigen. En dat doen ze altijd op dezelfde manier. Hè? Dan noemen ze je een nazi en een fascist en een racist en noem het allemaal op. Dat zijn de standaard slogans waarmee het systeem zichzelf verdedigt. Hij kijkt volgens mij heel Nederland dwars doorheen. Het is niet dat het spannender is dan bij de andere politicussen, want hij is ook gewoon politicus. Maar het is wel een soort van, hij wil wel andere dingen dan andere politicussen. Hun partij is de enige partij die van de coronamaatregelen af wilt. Dus je hebt wel iets ander gevoel dan bij de anderen, denk ik. Ja, want hij denkt ook anders dan de anderen. Dus het is niet zomaar een persoon om te interviewen. Dus dat is best wel, dat maakt het wel interessant. Ja. Wat moeten kinderen weten van uw partij?
Het belangrijkste is dat wij als enige partij willen stoppen met alle vrijheidsbeperkende maatregelen. Dus wij willen stoppen met de lockdown, stoppen met de coronamaatregelen. En voor kinderen en voor jongeren is dat natuurlijk ook, net als voor alle andere mensen in Nederland, maar ook speciaal voor jongeren, want die hebben op geen enkele manier een risico door corona. Terwijl jullie levens worden wel enorm ingeperkt. Je mag niet naar school, je moet thuis blijven. Corona is van de orde van grootte van een griep. En we zijn met z'n allen helemaal doorgedraaid in een paniek. In een echt een overdreven reactie. Oké, duidelijk. Ik vind dat het wel zijn eigen mening is. Dus hij mag denken wat hij wil. Hij mag zeggen wat hij wil, want het is gewoon zijn eigen mening. Ja, maar toch denken de meeste mensen er anders over. Ik denk er ook gewoon anders over. U houdt zich niet aan de coronaregels. Waarom niet? Omdat ze belachelijk zijn. Omdat het nergens op slaat. Maar waarom slaat het dan nergens op? Omdat corona niet gevaarlijker is dan een griep. Dus we gaan toch niet ons hele leven stopzetten omdat je een minuscule kans hebt om ziek te worden van iets wat gewoon bij het leven hoort. Griep krijgen. Maar nu met de Britse variant is het nog erger geworden en nog veel besmettelijker. En er bestaat alsnog een kans dat er heel veel mensen sneuvelen. Ja, maar die kans bestaat ook als je het vliegtuig instapt, kun je ook neerstorten. Maar toch accepteren we dat als een normaal onderdeel van het leven. Wat we nu aan het doen zijn is echt waanzin. Dit zal door historici, door geschiedkundigen, zal dit worden bezien als een tijd van totale gekte. Zoals we ook nu terugkijken naar de tulpenmanie of de heksenverbrandingen. Dit is echt de grootste waanzin die ik ooit heb meegemaakt. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Nee. En hoezo dat? Omdat ik accepteer het lot. Ik accepteer hoe de dingen gaan in het leven. Ik doe mijn best, ik doe echt mijn uiterste best. Dat ik gelijk heb, dat ik de enige ben die die dingen juist ziet, daar twijfel ik ook geen seconde aan. Maar of de Nederlandse bevolking daar ook voor gaat stemmen, dat heb ik niet in de hand. Heeft u dan ook een ambitie voor als u de verkiezingen wint? Niet voor mezelf. Ik doe dit niet omdat ik minister wil worden of een baan wil. Maar ik heb wel een ambitie voor het land. Het gaat me ontzettend ter harte dat Nederland zo te gronde wordt gericht door ongelooflijke klojo's die geen flauw idee hebben wat ze aan het doen zijn. En ik hoop echt dat we dit land weer wat beter kunnen maken. Oké. Ik waardeer het wat hij allemaal zegt. Ik vind het juist ook goed wat hij allemaal zegt, dat hij Nederland beter gaat maken. Ja, dat vind ik echt goed. Maar over die coronaregels en Vind jij het zelf niet zo goed. Maar voor de rest ben ik echt tevreden over hem. Sommige mensen zeggen dat u racistisch bent. Daar willen we graag een paar vragen over stellen. Dat is prima. Het racistisch? Nee, ik ben het tegenovergestelde. Ik ben de minst racistische persoon die je kan voorstellen. Voor mij maakt het helemaal niets uit wat iemand zijn achtergrond is, of zijn huidskleur, of zijn religie, of zijn seksuele voorkeur. Ik vind dat we allemaal gelijk zijn in Nederland en dat we het samen moeten doen. Maar u heeft wel gezegd dat er buitenlandse criminelen zijn. Dat is ook zo. Ja, maar dat is toch eigenlijk best wel racistisch. Waarom? Ja, want dan discrimineert u alle buitenlandse mensen. Nee, dat zou zo zijn als ik zou zeggen dat alle buitenlanders crimineel zijn. Maar dat heb ik niet gezegd. Ik heb wel gezegd dat er buitenlandse criminelen zijn. Dat is waar. En bijvoorbeeld Oost-Europese bendes. Hè? En omdat we onze grenzen niet controleren, zijn er heel veel mensen die in het oosten van het land wonen, aan de grens met Duitsland, die worden dan beroofd. En die buitenlandse criminelen, die gaan dan zo de grens over. En dan kan de politie ze niet meer pakken. Maar dat heeft niks met ras te maken. Ik heb zelf in een artikel gelezen dat hij vrouwen minderwaardig vindt. Dus daar ga ik wel eens over vragen. Ik vind dat vrouwen precies dezelfde rechten hebben als mannen. Ik vind vrouwen ongelooflijk geweldige mensen, net als dat ik heel veel mannen geweldig vind. En ze zijn geen centimeter minder dan mannen. Oké. Ja, ik vond wel dat hij goed reageerde op de vragen. Ik vond wel dat hij anders reageerde dan op andere interviews. Soms zegt hij dat er veel racistische dingen zijn. Dat hij discrimineert ook soms in sommige interviews. Maar alleen het viel me op in dit interview was dat niet zo. Misschien omdat wij kinderen zijn, dat hij dat niet vertelt.
Ja, maar ik vond wel dat hij zijn eerlijke mening gaf over dat wij bijvoorbeeld, dat hij niet wil dat wij nu al stemmen om deze leeftijd. Dus daar praat hij wel gewoon zelf door dat soort vragen. Vindt u dat kinderen en jongeren ook moeten stemmen? Nee. Hoezo niet? Omdat ik denk dat je, als je opgroeit, dat je heel veel aan het leren bent over de wereld. En dat als je 18 bent, dan ben je voldoende geleerd om mee te kunnen stemmen. Maar daarvoor zit je nog in het proces van er meer over leren kennen. Ik denk dat het goed is dat we mensen die onder de 18 zijn de kans geven om het leven te leren kennen, maar nog niet de verantwoordelijkheid laten dragen om het land mee te besturen. Veel kinderen maken zich zorgen over het klimaat. Wat wilt u tegen hem zeggen? Je hoeft je geen zorgen te maken over het klimaat. Het klimaat verandert altijd. Alleen het gaat niet sneller nu dan vroeger. En er is ook niks gevaarlijks aan de hand. De mens heeft waarschijnlijk helemaal geen invloed daarop. Dus maak je geen zorgen. Oké, u wilt kleinere klassen. Maar als we een tekort aan leraren, hoe zou je dit gaan oplossen? Wij willen docenten beter betalen. Ik vind het vak van docent ontzettend belangrijk. Echt een van de belangrijkste banen die er is. Je leidt de nieuwe generatie op en daar mag je best wat meer belonen. Was ik goed op school? Niet in het bijzonder, nee. Ik vond school maar een beetje saai. En ik zat altijd een beetje andere dingen te doen. Ik verveelde me eigenlijk, vooral als scholier en als kind. Werd u gepest op school? Nee, ik ben nooit gepest. Gelukkig. Ja. Ik was een beetje zenuwachtig, omdat hij vorige keer was weggelopen bij het interview. Maar ik dacht, ja, wij zijn kinderen, dus waarschijnlijk gaat hij straks bij ons niet weglopen. Doet u ook andere dingen dan politiek? Ja, ik doe aan kickboksen en ik speel piano. Ben je tevreden? Ja, jij? Ik ook. Ga vijf. Mogen wij een TikTok-filmpje met u opnemen? Ja hoor, dat is goed. Oké. Forum voor Democratie is de enige partij die wil stoppen met alle lockdown-maatregelen en de vrijheid aan alle Nederlanders weer teruggeven. Nou, wel even een applausje, vind ik, voor jullie collega-interviewers en voor Thierry Baudet natuurlijk ook. Ja. Want ik vind het stoer dat hij er ging zitten en dat hij zo alle vragen beantwoordde. Ja, hij zat er dus, namelijk gewoon wel. Zeker. Dus even, hey, ik zie een applausje zie ik al bij hem en ook heel goed. Hey, we zitten alweer dik over de tijd heen. Volgende week, laatste uitzending voor de verkiezingen. Wat gaan we doen? Nou, we hebben echt weer superveel interviews voor jullie klaarstaan. Amen. Ja, we gaan er sowieso natuurlijk een feestje van bouwen. Oké. Okay. We hebben de volgende uitzendingen met de PvdA, de ChristenUnie en... Nog veel meer. We hebben sowieso het nieuws, maar ook de partijen van de dieren, niet voor de... Ja, nee, voor de dieren. Nee, zeg ik hem weer een partij, keer. Iets met dieren in ieder geval. De dierenpartij. Ja. En hebben een interview met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En omdat ik de vorige quizvraag helemaal verpest had, mogen jullie raden. Zet het hieronder in de comments. Wie is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? Dat is toch... Ben, weet jij het? Nee! Ja, nee, nou. Nee! Ja, niet, toch? Niet zeggen. Nou, ik ga het natuurlijk niet verklappen. Ik werd al helemaal... Jammer weer. Oké, nou, dat moet dan in de coin. Met welke letter begint het? Het begint met de letter K. De voornaam begint met de letter K. Voor. En de achternaam begint met O, toch? Met de O. Ja. Met de O, ja. Iets met O, ja. Oké. Gaan we doen. Nou, in de comments de minister. Want die is de chef, de grote chef... Van de verkiezingen. Van de verkiezingen natuurlijk. Nou, ik ben benieuwd. Nou, let's gaan do this. Dank weer voor deze week, lieve Iman en lieve Lars. Ja, jij bedankt en ook achter de schermen heel erg bedankt. Het was weer een geweldige podcast. Het hele team. Yes, het V-team. Laatste... Oh ja, ik heb ook nog nieuws. Ik heb mijn stempas namelijk binnengekregen. Hey! Ik ook! Maar Taco, mag ik vragen? Ben je nou echt een zwevende kiezer? Ja, een beetje wel nog. Ja, hè? Want we hebben ze natuurlijk allemaal gezien en gesproken. En daarmee vind ik het nog lastiger worden eigenlijk. Maar Taco... Tegen jou, maar ook tegen alle andere zwevende kiezers. Weet je nou niet op wie je moet stemmen? Luister dan even de kinderstem op Spotify en YouTube. Oké, ik ga het allemaal nog een keer terugluisteren. Misschien dat ik het dan volgende week weet. Yes, super. Tot volgende week! Oké, tot volgende week. Doeg! Doeg!